nummer 16 van de Eredivisie. FC Emmen ontvangt de nummer 13, Vitesse. Daar de gehavenden, een van de velen, Zivkovic, die nu wegvalt in het vuurwerk. Om het allemaal nog iets specialer te maken, deze editie van Emmen tegen Vitesse. Wie weet inspireert het de spelers tot de grootste daden. Van Emmen, Van der Hart, de doelman, Burnett terug, Veldmaten, Araujo, de Wierik debuteert en Bouchouari, Bernardou en Veendorp samen met El Messaoudi op het middenveld en voorin Diemers en Azenou. De basis van Vitesse, het scherpen op de goal. En de Prupper voor het eerst vanaf de aftrap. 2820 dagen geleden hoorde hij voor het laatst het eerste fluitsignaal van een Vitesse-wedstrijd officieel. Vandaag neemt hij de plaats in de basis over van Vidovic. Diemers. Goed werk van de nummer 10 van Emmen. Voor het doel Azenou, daar niet. Wel Marcoussi die maakte voor de zekerheid, maar een hoekschop kwam voor Emmen. Wie gaat de goals maken voor Emmen vanavond? Het is eigenlijk al het hele seizoen de vraag. Zo zonder Zivkovic, zonder Romani, blijft er wel heel weinig over. 6 treffers, slechts binnen de lijnen. Maar goed, het kan even goed, hè? Scherpen. Daar onder die bal door en daar was dan bijna te Wierik. Op het fenomeen droomdebuut. Verhaal te geven. Manhoef. Richting Biro. Oh, die verlengt hem. Heel geniepig. Bernardou heeft Burnett aan zijn zijde. Die legt het maar aardig neer. Zowaar even wat opwinding. Dan met Saudi. Wat ze doen? Weer naar Burnett. Nu moet het met rechts. Ja, daar loopt hij liever mee dan dat hij ermee schiet. Wel in de handen bij Scherpen. Witek. Die wil het wel gewoon proberen. Ja, waarom ook niet? Een beetje een halve redding van Van der Hart. En Bero! Een hele redding van Van der Hart. Als hij dit terugkijkt, zal hij niet compleet tevreden zijn met hoe hij hierop reageert. Vooral dit schot moet hij natuurlijk veel beter verwerken, Van der Hart. Dit doet hij wel sterk. Burnett is er weer bij gaan zitten. Dat terwijl hij juist net terug is van fysieke klachten. Zoveel kunnen ze er niet meer bij hebben qua geblesseerde bij hem. Simpelweg omdat er bijna geen stoeltjes meer voor vrij zijn. Misschien te vroeg begonnen, misschien een nieuw moment. Het is in ieder geval einde wedstrijd na een half uur voor Lorenzo Burnett. Diemers levert in, Vitesse neemt over. Kozlowski, goed gespeeld. Manu, volgende kans voor Vitesse. Raak! Razendsnelle tegenstoot. En Millie Manu, als het woord razendsnel valt, is hij er vaak bij betrokken. Heerlijk balletje dit van Kozlowski, perfect in de loop. Goed leggen en in schieten. Arcus. Eerder bij de bal dan Bernardou, kan zo doorlopen. Arcus, 2-0 Vitesse. Dan de marge dus vergroot. Hij maakt zijn eerste in Arnhemse dienst. En dan gaat hij, loopt zo weg uit de rug van Bernardou, die hier door heeft dat hij echt nog even moet sprinten, maar veel te laat vertrokken is. Dan mag de doelman zich natuurlijk aanrekenen dat hij zo eenvoudig gepasseerd wordt.
zo roept Ebbe de problemen meer en meer over zich af. Manhoef. Bal valt uiteindelijk in de handen bij Van der Hart. Heulensteen. Hero. Het is een presentje. Azenoen. Die wacht dan weer zo lang dat Vitesse de rij alweer heeft kunnen sluiten. Azenoen. Veendorp. Zo moet je ook maar een keer je geluk gaan beproeven. Wie weet ligt het daar op 18 meter. Diemers, 10 meter, ja, scherpe en binnen, 2-1. Want dat geluk ligt soms voor het oprapen. Als de Noem maakt hem, iets aan de hand totdat Flamingo hier fladdert. Het leidt in eerste instantie tot niet zoveel, totdat Vos die bal voorgeeft. Diemers wel slim daar uit de situatie blijft. Scherpe hier veel te veel naar de hoek al zweeft, dat die bal gewoon recht op hem afkomt. En dan klemt hij hem ook niet. Diemers. Rupper, Manhoef alweer vertrokken. Daar zit de Vos compleet mis. Kozlowski bij de tweede paal. Nou, die bal is net te scherp. Heeft een duimpje over voor Manhoef. Maar dat zou ik toch niet doen, want die bal was eigenlijk veel te scherp. Fraai werk van Diepers. Vos. En dan valt hij voor Bucciari. Vlak blijft naar beneden, Bucciari. Diepers. Veendorp. Hij zou toch nog een keer het geluk maar moeten opzoeken. Bij de 1-2. Hij kan zomaar goed vallen natuurlijk. Lot hebben ze al één keer getrokken. Maar wie zegt dat je niet twee keer zo'n lot kan trekken? Want hier valt hij dus heel gek. Loopt er met een sisser af voor Vitesse. En ook voor Meulensteen en Scherpen die elkaar hier niet begrepen. Zo, Prupper. Geel voor Robin Prupper. En ook geel voor Kozlowski. Geen overtreding vonden ze het op de Vitesse aanvallen. Dus grijpt Prupper even zelf in. Diemers. Dan valt hij lekker voor Veendorp. En dan is het bijna 2-2. Omdat het geluk soms echt voor het oprapen ligt. Weer geen gepolijste avond, maar Diemers probeert het maar gewoon. Wie weet valt hij lekker. Hij valt lekker voor Veendorp. Die drukt ook fraai af. Gedaan door Manhoef. Komt Joni. Moet het alleen doen. Kozlowski. Van der Hart. Het zouden ook cruciale punten zijn natuurlijk, hè, voor de Arnhemmers. Maken dan een gaatje met Emmen van 7 punten. Dus daar voorlopig van verlost. Geen ballen aan dat Vitesse bezig is. Degradatiestrijd. Vroeg op de hoofd door de plaats. Lekkere bal zeg! En wat goed verdedigd ook door Flamingo. Een beetje wurgen voor Vitesse momenteel. Meer en meer. De rug tegen de muur staat Dirksen. Dit risico neemt Emmen. Dat het in de tegenstand nog een keer een ketser krijgt. Vero. Goed opgesteld. Dirksen. Om weer aanvallen. Romani. Iemand voor de goal, even wachten op ondersteuning. Die is nu gearriveerd. Romani, kan ook zelf, hè? Romani! En ja, als je niet zoveel doelpuntenmakers hebt, kan je soms de hulp gebruiken van de tegenstander. Het is een eigen treffer. En 2-2. En het is niet onverdiend.
Heerlijke actie, Ola Romani. Speelt Flamengo uit. En dan is het Oros die hem op de buik krijgt. Het is sowieso 2-2. Vitesse is leeg. Ik hou dat punt vast, want het blijft bij 2-2. Een knappe comeback van Emmen. Dat tegen de 2-0 achterstand aankeek, na een minuut of 40, niets te vertellen had. Voor rust er 1-2 van maakte en na rust heel lang zocht. En uiteindelijk ook vond de 2-2. Weer ongeslagen Emmen. 7 keer op rij thuis niet verloren Emmen. 13 van de 16 punten gehaald op de Oude Meerdijk. Het is een vesting.